Op donderdag 28 november werd in de Jumbo supermarkt in Zomeren een cheque overhandigd aan de Zonnebloemgroot Zomeren. Harry Welte van de Jumbo reikte de cheque uit. Ik overhandig hierbij dan de cheque van de emballage inname die we hebben gedaan 4 weken lang. 535 euro. Zo, dat is iets minder dan vorig jaar. Helaas. Ja, dat is met alles, hè? Heel veel mensen hebben stagegeld ook als bron van inkomsten voor de club gevonden. Dus we doen vaker die acties met andere clubs. Ja, dat scheelt toch natuurlijk. Dingen opzetten. Maar goed, toch 535. Een mooi bedrag. We hebben er een bus van laten rijden. Ja. Ik ben Broek en Liedeke Veldhuis. Jullie hebben een cheque gekregen. Daar kunnen jullie iets mee, Liedeke? Daar kunnen we zeker iets mee. Wij gebruiken die meestal voor vervoer van gasten naar een activiteit. Vorig jaar hebben we er een rondrit meegemaakt door Zomeren. Waar ze oude gebouwen konden zien en waar ze nieuwe plekken die gebouwd zijn kunnen zien. Dit jaar gaan we naar de Biesbosch, waar we een rondvaart gaan maken. En zo'n bus is altijd heel erg prijzig, dus daar zijn we heel erg blij mee met zo'n statiegeldactie. Maar 535 euro is de reis niet meer gedekt? Nou, de busreis is er zelf wel mee gedekt, alleen de reis natuurlijk van de boot niet. Maar de mensen moeten zelf natuurlijk ook een bijdrage leveren. Je kan niet zonder meer zeggen van alles gaat via, dat kan gewoon niet. Hè? Ze hebben een eigen bijdrage en dat is de Zonnebloem normaal in. Ieder betaalt gewoon een bedrag. Het mooie is ervan dat jullie elk jaar hier terug kunnen komen. Nou, dit is het vierde jaar, geloof ik, als ik me niet vergis. Dat statiegeldactie hebben. Ja. Het is gewoon een idee geweest op een gegeven moment. En dat slaat aan. En het mooie van alles is dat natuurlijk Harry daar nog eens de helft bovenop doet. Dus het is dubbelop. En vandaar dat wij dus elke keer zo'n mooi leuk zo'n bedrag krijgen van hem. Harry en Marjan Welte, waarom kiezen jullie voor Zonnebloem? We doen deze samenwerking al heel lang. Ik denk al een jaar, 6, 7. We zijn een keer op een bijeenkomst van een politieke partij. Daar is over begonnen en het uitgemond in een samenwerking die we elk jaar opzetten. Minimaal 1 keer per jaar doen we een statiegeldactie op dit moment. Er is altijd heel veel animo vanuit de bevolking om in onze bus een emblagebon te stoppen of een deel van hun flessen vertegenwoordigen in een deel van de emblagebon. Doen jullie ook voor andere verenigingen of alleen voor Zonnebloem? De emblage doen we ook voor andere verenigingen, want iedereen heeft ons dit medium ontdekt van te kunnen geld mee binnenhalen. En dat werkt bij heel veel verenigingen, ook Kankerstichting, van Stefan Alp die 6, die we altijd, komend jaar ook weer.